Bij veel mensen staat 25 november 2005 nog in het geheugen gegrift. Toen leidde de sneeuwval tot een enorm verkeersinfarct en de drukste avondspits ooit. Het duurde een hele nacht voordat alle files waren opgelost. Voor vrijdag verwacht Meteoconsult ook veel overlast door sneeuwval. Er komt een echte sneeuwstoring aan en die komt in de nacht eigenlijk het westen van het land al binnen. Eind van de nacht ook Gelderland. En zoals het er nu naar uitziet gaat het een groot deel van die vrijdag sneeuwen. Zoveel sneeuw als in november 2005 zal de vrijdag niet vallen. Maar het Wageningse Weerinstituut rekent op vele centimeters. Uiteindelijk zal er in Gelderland op sommige plaatsen meer dan 10 centimeter sneeuw vallen en ook blijven liggen. Want de wegen zijn allemaal onder nul. De ANWB komt alvast met een aantal adviezen. Als je op pad gaat, zorg dan dat je in ieder geval een warme deken bij je hebt. En zorg dat je warm gekleed bent, want iedereen kan met pech komen te staan, ook een jonge moderne auto. Zorg dat je in ieder geval alles goed voor elkaar hebt en dat je warm kunt wachten als je moet wachten als je met pech staat.